Welkom bij de Avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. We beginnen in Duitsland, want daar is iets gênants gebeurd. Het is een blamage voor Duitsland. Gesprekken tussen hoge Duitse militairen liggen opeens op straat. En ook nog eens over een zeer gevoelig onderwerp. Een zeer gevoelig onderwerp? Waarom hebben die Duitsers het over de werkomstandigheden bij WNL? Nee, het ging over de levering van kruisraketten aan Oekraïne. De Duitse officieren bespreken de inzet van Duits-Zweedse Taurus-raketten. Een lang gekoesterde wens van Kiev. Ja, Zelensky heeft al heel lang Taurus-raketten op zijn verlanglijstje staan. Hij wilde ze al hebben voor zijn verjaardag, voor kerst, voor vaderdag. Maar telkens was het weer van, oh, weer een lege groene trui. Nou, dankjewel. Dankjewel. En ik snap wel dat Zelensky die Taurus-raketten wil, want hier, check dit. Rund 5 Meter ist der Taurus lang. Gesamtgewicht 1,4 Tonnen. Für jeden Taurus-Verschuss ist eine mehrtägige Vorplanung erforderlich. Ja, en deze raketten die zijn zo gewild omdat ze op hoge snelheid honderden kilometers zelfstandig kunnen vliegen. Maar wacht, ik zat wel te kijken. Zou ik die piloot nog eens, mag die nog een keer zien? Even zien. Wacht even. Mag je Taurus-raket alleen in je blote kont afzien of zo? Wat is het? Of is het zodat je makkelijk kan moenen naar vijandige piloten, hè? Zo lang, suckers! Kus mijn grote witte Taurus! En dat ligt gevoelig, want officieel wil Duitsland helemaal geen Taurus-raketten aan de Oekraïne leveren. Maar uit die gesprekken blijkt dus dat hoge Duitse militairen al wel fantaseren over hoe ze die raketten daar kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld bij de Krimbrug. Ik kan er nog maar snel ergensen met de brugge, weil wir die ons intensief angeguckt hebben. En die brugge is leider op grond ihrer Größe wie een Flugplatz. Dat heißt, het kan durchaus sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche. Ja, als je iets ter grootte van een vliegveld wil stilleggen, dan heb je 10 tot 20 Taurus-raketten nodig. Of één fietsprotest van Extinction Rebellion. Het gesprek werd waarschijnlijk afgeluisterd door de Russische geheime dienst en de Russische staatszender Russia Today heeft het op televisie uitgezonden. Maar hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat dit soort gesprekken afgeluisterd kunnen worden? Nou, dat vroegen ze zich ook af bij de Telegraaf. Rob, een paar hoge generaals die aan het praten zijn via een techniek. Hoe hebben de Russen dat kunnen afluisteren? Een techniek? Hij weet niet wat internetbellen is terwijl hij aan het internetbellen is. Maar oké, nogmaals, hoe kan dit? Nou, volgens een Duitse journalist konden de Russen het gesprek afluisteren omdat een van de officieren in Singapore zat en daar gebruik maakte van de wifi in zijn hotel. Wat? Ik ga al niet eens op de hotel wifi. En ik heb niet eens staatsgeheim. Of niet heel veel. Maar het ging trouwens niet alleen maar over Taurus-raketten. We kijken nog even naar de afgeluisterde gesprekken. Hier. Gibt es een hotel waar er 3 türmen zijn? Ja. Daar was ik gerade wat drinken. En daar is ja ook dieser berühmte swimmingpool, waar je dan praktisch direct daar komt. Ja, geil. Ja. Nou, heel fijn dat daar zo'n goed zwembad is. Dus als straks de derde wereldoorlog uitbreekt, dan weten we dat het komt door de generaal van het Tiki-bataljon. Dank u, sir. En dan werd er vandaag ook nog geformeerd in Den Haag. Formaties duren in Nederland gemiddeld 103 dagen. En vandaag is het, en dat is echt waar, dag 103. Dus, ja, het is heel spannend. Dus als ze er niet voor middernacht uitkomen, duurt deze formatie bovengemiddeld lang. Heel spannend. Zouden ze dit gaan halen? Ik ga dat uitzoeken. Het is tijd voor... Hoe gaat het met de formatie? De Avondshow. Hoe gaat het met de formatie? Ja, mooi. Hoe gaat het met de formatie? Nou, informateur Kim Putters sprak vandaag weer met PVV, VVD, NSC en BBB. Hij sprak de partijleiders niet afzonderlijk, maar in twee koppels van twee. Is die gast een kabinet aan het bouwen of een ark? Wat doet hij? Maar goed, het blijft spannend. Volgens de Telegraaf is het zelfs de week van de waarheid voor de formatie van een rechtskabinet. En ook bij Wilders loopt de spanning op. Die waarschuwde vrijdag, kom op VVD en NSC, maak een rechtskabinet mogelijk. Anders komt er dankzij jullie een kabinet Timmermans. Dat is waar rechtse mensen hun kinderen mee bang maken nu, hè? Als jij je groenten niet eet, komt Timmermans je halen. Oeh.
Maar er werd vandaag dus weer een beetje met elkaar gepraat. Maar er wordt de laatste tijd vooral veel over elkaar gepraat. We luisteren even naar Wouter de Winter van de Telegraaf. Iemand aan de formatietafel had gelekt over het gedrag van Pieter Omtzigt tijdens de formatiegesprek. Niet schrikken, hij heeft een hoodie aan. Zeer regelmatige huilbuien, stemverheffingen, weglopen, heel vaak de kamer verlaten. Dan moest Jezielgus er weer achteraan, dan moest Plasterkte weer achteraan, dan moest Eddy van Heijem er weer achteraan. Dan moest Tommy Wieringa er achteraan, dan moest Ilse de Lange er weer achteraan, de Martijn Krabbe komt er weer achteraan, Edcilia Rombly er achteraan, Prinses Laurentien er achteraan. Gaan we door? Oké, ja, prima. Vanmiddag reageerde Pieter Omtzigt trouwens op de beschuldigingen. Herkent u zich in het beeld dat dit weekend in verschillende media naar voren komt over de emotionele toestand waarmee u binnen zou zitten soms? Ik herken me niet in het beeld, maar denk ook niet dat het over elkaar roddelen deze formatie heel veel verder gaat helpen. Nee, roddelen hielp eigenlijk alleen bij het kabinet, heb je het al gehoord, 1. Dus hij ontkent, maar mag ik dat beeld van Omtzigt nog een keer zien? Hier, kijk. Op die beveiligingscamera zie je de rug van Omtzigt daarachter. En als je dat beeld dan een beetje inzoomt, dan zie je ook dat de sfeer echt niet goed is geweest. Hè? Hier, kijk. Het is gewoon niet oké. Nee, het is niet aardig. Nee. Dus de hele vorige formatieronde is mislukt omdat iedereen zat te twitteren en te lekken. En nu zitten we in ronde 2 en ze denken, weet je wat we doen? Precies hetzelfde. Dus ik denk, middernacht gaat het waarschijnlijk niet worden. Dit wordt een bovengemiddeld lange formatie. Het is om te janken, maar het is niet anders. En tot zover. Hoe gaat het met de formatie? Ja, en dit was vandaag zometeen Diederik over het sportweekend. En we gaan de natuur in, maar eerst AI of Kamerlid. Doe lekker mee. AI of Kamerlid. Naam. Jan Valize. Partij. PVV. Het is een Kamerlid. Tja, misschien heb je dit zitten kijken en denk je nu, oh, wat erg allemaal, ik wil iets doen. Nou, goed nieuws, je kunt iets doen. Hè? Je kunt nu naar NPO Start en daar kun je de hele uitzending terugkijken.